zo mooi mogelijk het geluid of het gevoel van Elvis kon oproepen. En ik weet nog goed dat de man die ik nu ga aankondigen, dat die voor het eerst hoorde bij de repetities. En dat ik dacht van wow. En dat ook van, overal mensen vandaan kwamen rennen om te luisteren naar hem en elkaar zo aankijken van jee, waanzinnig geluid, fantastische uitstraling en echt een waanzinnig briljante performer. Nou, dat vond het Nederlands publiek ook, want hij won. En een van de onderdelen van de prijs als winnaar was dat hij mocht optreden voor een vol carré. En dat is mooi, want dat is zijn prijs, niet alleen zijn prijs, maar ook uw prijs, want u mag daar getuige van zijn. Dames en heren, geef u alsjeblieft een waanzinnig, oorverdovend applaus. Een warm welkom voor de enige echt Nederlandse Elvis, dames en heren, Bouke!